Goedemiddag allemaal, vandaag is het maandag. Het is inmiddels al 3:30. Waarom ik niet eerder ben begonnen met vloggen is omdat ik vanmorgen heel vroeg weg moest. En ik moest surveilleren. En na het surveilleren ben ik doorgegaan naar mijn moeder. Want mijn moeder gaat binnenkort weer naar Egypte toe, naar mijn zusje. En ze gaat weer vrienden bezoeken en zo. Dus ben ik eventjes daar naartoe gegaan. Daarna zijn we samen nog eventjes het winkelcentrum ingegaan om de laatste spulletjes te halen die ze nodig heeft. Die ze gaat meenemen naar mijn zusje en zo. En daarna zijn we nog een paar keer heen en weer gereden van haar huis naar mijn huis. Omdat eerst zijn we naar haar huis toe gereden. En toen we voor de deur stonden, herinnerden we ons dat we nog iets bij mij thuis vandaan moesten halen. Dus toen zijn we naar mijn huis gereden. Toen hebben we hier ook meteen een broodje gegeten. En daarna zijn we weer naar haar huis gereden, want mijn fiets stond nog daar. En toen ben ik met mijn fiets hierheen gereden. Nou, dan ben je wel weer eventjes onder de pannen. En ik had geen zin om met een camera rond te gaan lopen. Want dit was een beetje het laatste moment dat ik weer eventjes mijn moeder zie. En ja, dan wil ik ook wel even de volledige aandacht eraan geven. Ik zit nu eventjes met een kopje thee. Ik wil nog eventjes een videootje opnemen voor Bigger and Better Brassica. Want dat ben ik afgelopen weekend dus, nou ja, vergeten. Niet zozeer vergeten. Op het moment dat ik het wilde filmen was het dan veel te laat. Dus dat ga ik zo eventjes doen. En mijn vlogje voor vandaag komt sowieso later online. Want daar ben ik dus nu nog niet aan toegekomen. Omdat ik dus van alles met mijn moeder heb gedaan. En ik moet nog even wat nakijkwerk gaan doen. Morgen moet ik 2 blokken surveilleren. Ook in Heerhugowaard, dus dat scheelt. Dat hoef ik niet helemaal naar Alkmaar toe. En ook dan kan ik nog wat dingetjes voor school doen. En ik moet mijn reflectie nog even afmaken. Ik heb gisteren heb ik dus die auditie gedaan. Ik zou er vandaag over gebeld worden. Of in ieder geval de komende week zou ik erover gebeld worden. Ik ben nog niet gebeld. Nou ja, ik werd gisteravond laat werd ik gebeld. Alleen mijn accu was zo goed als leeg. En ik had zo van, ja, ik ken dit nummer niet. Maar mijn telefoon gaat zo uitvallen. Dus had ook niet echt veel zin om op te gaan nemen. En ik ben nog niet teruggebeld. Dus ik wacht het wel gewoon netjes af. Een aantal andere mensen die ik ken die meededen, die zijn wel al gebeld. Dus komt vast wel goed. Ja, ik ga eventjes een videootje opnemen. Ik ga eventjes mijn make-up herstellen. Want er zit nog een klein beetje op van gisteren. Ik weet niet of je dat goed kan zien. En ik wil vanavond nog eventjes wat van mijn haar gaan doen. Want op een of andere manier zijn bepaalde stukjes niet zo heel erg mooi opgekleurd. Dus die wil ik nog eventjes aanpassen. En de bovenkant is gewoon echt blauwpaars. Ik vind het wel een hele gave kleur. Ik weet niet of dat blauwpaars hem heel erg goed staat. Maar ik weet niet. Wat vinden jullie ervan? Ik kan in ieder geval gaan experimenteren met paarse en roze oogschaduw. Volgens mij staat het wel uit. Lijken mijn ogen nou groener? Ik weet niet. Ik ga aan de gang. Ik kom zo wel weer bij jullie terug. Zoals jullie kunnen zien zit ik hier in de spotlight en dat zit ik niet zomaar. Ik ga namelijk nog eventjes een introotje en een outrootje opnemen voor Bigger and Better Brassica. Zodat ik die zo meteen online kan zetten. Want we willen natuurlijk zo snel mogelijk het product weer gaan doorruilen. En op een of andere manier is de afgelopen week nog niet van gekomen. Dus dat gaan we dan nu eventjes doen. En als het een beetje mee zit heb ik daarna nog tijd om eventjes mijn haar toch nog even aan de onderkant wat extra kleur te geven. Want ergens heeft het niet helemaal goed gepakt. Ik moet dan eventjes kijken.
met welke camera ik het ga filmen. Ik ga hem sowieso met mijn spiegelreflex proberen. En als dat niet mooi is, dan probeer ik het met deze camera. Dus, we gaan eventjes een ruil filmen. Hallo allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie deel 2 van Bigger and Better Brassica. Boehoe, echt, jeetje. Dat was nog best wel lastig om zo'n videootje op te nemen. Ik denk dat ik nu op zich wel voldoende materiaal heb om een videootje te maken. Ik moet ook nog even een vlogje editen. En ik moet wat dingetjes gaan nakijken. Het is bij 5:30, dus ik ga het hondje zo eerst eventjes uitlaten en eten geven. En dan ga ik heel snel aan de slag. En dan zet ik ook meteen eventjes mijn haar in de kleur. Want hier aan de onderkant blijken er toch een aantal plukken te zijn die echt niet goed hebben gepakt. Dus die zet ik zo eerst eventjes in de kleur. En ja, dan kan ik tegelijkertijd van alles doen. Dus dat maakt niet zo heel erg veel uit. Echt. Ik ben moe. Gelukkig heb ik morgen maar 2 blokken te surveilleren. Ik kan in de tussentijd hopelijk ook een paar dingetjes nakijken. Dat zou wel fijn zijn. En dan kan ik 's middags nog een aantal dingen voorbereiden voor woensdag. Vandaag is echt voorbij gevlogen, maar ik moest natuurlijk ook een aantal dingen samen met mijn moeder doen. Omdat die weer heel snel naar Egypte gaat. We gaan gewoon kijken wat we vanavond allemaal nog kunnen doen. Zoals jullie zien heb ik mijn haar weer in de verf zitten. En dat heeft te maken met het feit dat op een of andere manier de verf niet overal goed genoeg heeft gepakt. En aangezien ik niet elke week van alles wil gaan bijwerken, dacht ik van, weet je, ik zorg gewoon nu voor dat het de eerste keer goed erin zit. Dan vervaagt het in ieder geval een beetje geleidelijk. Maar ja, als dan de helft niet geverfd is, dan... Hè. Dus ik heb nu eventjes alles waarvan ik dacht dat het niet echt mooi gedekt had, heb ik nu alsnog in de verf zitten. En dacht ik, dan kan ik tegelijkertijd gaan editen. Alleen nu kan ik geen bril op, want er wordt mijn bril dus gekleurd. En dat is ook niet de bedoeling. Maar het is inmiddels ook etenstijd, dus ik ga eerst gewoon eventjes wat eten. De geweldige Mexicaanse bonenschotel, die Paul weer is vergeten, ga ik opeten. In ieder geval een deel ervan. Want die is eigenlijk wel heel erg lekker. En ik zit me dan af te vragen wat ik met de rest doe. Of ik dat alsnog ga invriezen. In principe zou dat wel gewoon moeten kunnen. Dat ik het nu gewoon invries. En dat als Paul het alsnog wil hebben, dat hij het dan gewoon kan ontdooien. Want als hij het nu elke keer vergeet, ja, dan heb ik een Mexicaanse bonenschotel gemaakt. Alleen voor mezelf. En de helft kan ik weggooien. En dat vind ik ook een zonde. Dus ik ga eerst eventjes wat eten. Ik zit nog steeds te wachten op een belletje. Dus ik hoop dat ik dat vanavond hoor. En dan hou ik jullie natuurlijk op de hoogte. Goedenavond allemaal, beste mensen. Zoals ik straks al vertelde, zat ik dus op een telefoontje te wachten. En ik ben dus gebeld. Het was een beetje een raar telefoontje. Ik werd gebeld met de mededeling dat ik het was geworden. Dus ik moest wel eventjes vragen wat er nou precies de definitie van het was. Maar het betekent dus dat ik een liedje mag zingen bij Another Passion. En Another Passion is dus eigenlijk net zoiets als The Passion, alleen dan kleinschalig in Haarlem-Noord bij de Emanuelkerk. En 2 jaar geleden heb ik toen ook al meegedaan. Ik weet niet of ik daar iets... Volgens mij kan ik wel iets van een videootje linken. Ik heb toen ook meegedaan. Ik had toen een wat grotere spelrol. Ik speelde de vrouw van Petrus. En ik mocht toen ook een liedje zingen. En ik vond het ontzettend leuk. Het is een scratch musical. Dus het grootste deel van de musical wordt dus op de dag zelf in elkaar gezet. Dus je bent dan van 9:00 ochtends tot 's avonds ben je dan bezig. En 's avonds is dan de voorstelling. En 2 jaar geleden mocht ik dus echt een rol spelen en een liedje zingen. En dit keer heb ik mezelf aangemeld met name om gewoon alleen een liedje te zingen, omdat ik het heel erg druk heb met Brassica en ik heb het ook druk met afstuderen en zo. Maar ik vind het qua afwisseling wel heel erg leuk om hier aan mee te doen. Dus ik had zo van, nou ja, als ik dan in ieder geval een liedje mag zingen, dat zou ik dan heel erg fijn vinden. Maar er schijnt ook nog een paar zinnetjes bij te zitten. Dus ik zal het in ieder geval wel... Ik ga het zeker naar mijn zin hebben, dat weet ik zeker. En natuurlijk wil ik jullie daar ook in meenemen, want een grote kans dat er dus ook
van tevoren wel een keertje een koorrepetitie is. Om te kijken nou ja, wat voor stemsoorten en dergelijke we gaan zingen. En dat het een scratch musical is, betekent niet dat het alleen maar eenstemmig is en allemaal heel simpel. We gaan dus ook van tevoren wel dingetjes oefenen en zo. Het is alleen veel minder intensief. Alleen op de dag zelf is het vrij intensief. Maar dat vind ik wel heel erg leuk om te doen. Maar dat is dus op 31 maart, op Stille Zaterdag. Je kan kaartjes kan je kopen. Zijn volgens mij maar €2,50. Via de website van het Verhalenhuis Haarlem. Ik zal de link eventjes hier in de beschrijving zetten. Zorg ervoor dat je er snel bij bent, want de zaal is vrij snel vol. En mocht je nog mee willen doen, ik weet niet of er als deze video online komt, of dat nog kan. Maar ook als het goed is, dat kan je vinden via die link. Maar dat was dus heel erg leuk nieuws. Ik ga zo naar bed. Ik moet morgenochtend weer vroeg op om te surveilleren. Morgen blok 1 en blok 2. Dus dan moet ik van, even kijken, 8 uur om 11:30 begint blok 2. 11:30, 11:30, rond tot een uur of 2. Daarna ga ik eventjes naar huis en dan is er 's middags een afscheidsfeestje van iemand van Kool, waar Paul werkt. En daar mag ik ook heen. Dus ga ik ook eventjes naartoe om afscheid te nemen. En dan hoop ik morgen nog een hele hoop dingen te kunnen doen voor school. Want ik moet nog wat werk nakijken. Ik heb al een aantal dingen nagekeken, maar nog niet alles. En het is een klas van, kijken, volgens mij zijn ze normaal met z'n 26'en. En ik denk, ja, ik moet nog meer dan de helft nakijken. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Ja, nee, ik ga gewoon proberen een flinke slag te slaan. En mijn reflectie is nog steeds niet af. Moet ik ook echt gaan doen. En anders dan moet ik dat woensdag alsnog gaan doen. Want ik moet meer gaan reflecteren. Nee, ik reflecteer wel. Alleen dat doe ik nu bijvoorbeeld voor een camera. Maar ik moet ook dingen echt op papier gaan zetten. En als een soort van, dan bouw je ook een soort van dossier op voor jezelf. En op een of andere manier kom ik daar elke keer niet aan toe. En ik heb het er afgelopen week ook met Puk over gehad. Mijn stagebegeleidster is van, is het haalbaar? Is ja, het is zeker haalbaar. Maar op een of andere manier kom ik er elke keer niet toe. Maar we moeten het gewoon gaan doen. Want ja, het hoort er gewoon bij. Ik stel veel te hoge eisen aan mijn eigen reflecties. Ik maak er altijd van die gigantische verhalen van. En dat hoeft helemaal niet. Op een of andere manier vind ik dat best wel lastig. Maar goed. Ik ga afstallen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef hem dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie je me morgen weer. Doei!